Eendracht naar het Macht, zo heet de tijdelijke expositie in het Philips Museum over de jarenlange band tussen Philips en PSV. Het is de eerste tentoonstelling die bezoekers sinds de sluiting van het museum door de coronacrisis kunnen zien. Het begon eigenlijk allemaal met Anton Philips, een van de grondleggers van het bedrijf. Samen met zijn broer Gerard Philips, zijn oudere broer en zijn vader. Maar op sportgebied speelde hij een hele belangrijke rol. Hij is eigenlijk mee begonnen om sport op de kaart te zetten binnen het bedrijf. PSV is ontstaan uit een groot feest ter gelegenheid van 100 jaar onafhankelijkheid van Nederland in 1913. Op dat feest werden sportwedstrijden voor de medewerkers van Philips georganiseerd. Nou, het grootste succes van PSV was natuurlijk het behalen van de Champions League, de Europa Cup 1 beker in 1988. Ja, de echte beker die staat in het PSV Museum, maar wij hebben iets wat niet zo uniek is, maar wel second best. En dat is een hologram ervan. En dat hebben we gecombineerd ook met het logo van PSV en met de uitzending, met het tegenhouden van de goal die beslissend was en waardoor PSV dat geweldige kampioenschap won in 1988. Toch is die beker niet het pronkstuk van de expositie. Die rol is weggelegd voor een ander voorwerp. Dit is namelijk het stoeltje in het Philipsstadion, waar Frits Philips op zat tijdens wedstrijden. En we zien ook zijn pet die hij op had en het verrekijkertje waarmee hij naar de wedstrijden keek. Nou, we zijn er heel blij mee dat we deze hier in de expositie mogen hebben. Het is een eerbetoon aan Frits Philips, die als jochie van 5 jaar in zijn matrozenpakje de eerste aftrap deed van het Philips elftal in 1911. En in 2005, eigenlijk een paar maanden voor zijn overlijden, kreeg hij uit handen van Mark van Bommel de kampioenschaal uitgereikt. De shirts waar tegenwoordig Brainport op staat zijn ook een mooi voorbeeld van het samenwerken en de eendracht van Philips en PSV voor staan. Ja, Philips heeft jarenlang op het shirt gestaan van PSV om als hoofdsponsor. Maar nu staat er Brainport Eindhoven op. En dat is eigenlijk het ultieme symbool van de samenwerking in de regio tussen verschillende bedrijven. Mensen die de expositie willen komen bekijken, moeten van tevoren even reserveren.